Het is stil op het Amsterdamse Spui. Dat is afgegrendeld door de politie sedert studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben. De enige mogelijkheid om het Maagdenhuis te bereiken was over een achter de universiteitsbibliotheek gelegen erf en dan via een klauterpartij de Lutherse kerk in. Van deze kerk, die ook als aula van de universiteit dienst doet, hadden de bezetters een luchtbrug naar het naastgelegen Maagdenhuis geslagen. Zo bleven ze in contact met de buitenwereld. De meeste studenten houden zich overdag op in de hal, waar men overigens niet alleen studenten aantreft. Ook de schrijver Harry Mulisch kwam hier een praatje maken. Met de ravitaillering hadden de bezetters geen moeite. Sommigen zochten, om rustig te kunnen beraadslagen, de kamer van de rector magnificus professor Beninfante op. Er werd een bezettingsraad gevormd die vrijwel ononderbroken vergaderde over de te volgen tactiek. Zoals men weet is de bezetting een onderdeel van een actie die gericht is op het verkrijgen van medebeslissingsrecht in alle geledingen en op alle niveaus. Tijdens een van de plenaire vergaderingen zei ASFA-voorzitter Middendorp, naar aanleiding van een mededeling van professor Beninfante, dat deze niet bereid was met de bezetters te praten. Het blijkt dat we ongeveer 10 uur nadat u dat gezegd heeft, nou iets langer, dat die bereidheid plotseling wel gekomen is. En wat dat betreft hebben we dus in feite wat gewonnen. Intussen is door het weghalen van de luchtbrug de bezetting geheel geïsoleerd. Het is de vraag hoe lang zij in die situatie zal blijven of gelaten zal worden.